Lieve Maggie. Vanmiddag kwam het rolletje. Erg goed is dat de zijwanden van het atelier naar het licht toe zijn gekeerd. Zou er bezwaar zijn het zuiderkamertje rechte ramen te geven, opdat het groter wordt? Dan wordt de berggelegenheid wel kleiner, maar van de zolder is toch ook te profiteren? Op hoeveel schat je zo'n atelier? Hartelijk gegroet beiden en wel bedankt. Rick Roland Holst. Boven de zijdeur heeft een ornament gezeten waar riet en hout bij elkaar komt. Dat is een prachtig ornament. Het lijkt een soort gedraaide druppels, want het is verdwenen. Dat staat ook heel kwetsbaar in de gevel en zo, maar dat is toch uiteindelijk verdwenen. Ja, van dat grote noordraam. We weten dat er een andere verdeling is geweest van dat glasvlak. Okay, hoe dat eruit heeft gezien, ja, dat is vaag. Ja. Het is een vroegwerk uit 1899. Hij heeft heel veel toegepaste grafiek gemaakt. Hij was als jong kunstenaar heel sterk door Van Gogh ook beïnvloed. En later natuurlijk ook sterk door de gemeenschapskunst en het socialisme van zijn vrouw. Dus dat soort thema's zie je in zijn vroegwerk vaak. Deze is heel leuk. Dit is een naamplaat die hij heeft ontworpen. Voor de architect Staal, dus de echtgenoot van de architect van het atelier. Margaret Koppelen. Ja. Ja. Ik heb gebeld met het NEI en ze gaven dus aan, er is wat in het archief. Natuurlijk, die Margaret Staal Koppelen was de eerste vrouwelijke architect van Nederland, dus we zijn bezig. Ja, met de oorsprong van vrouwelijke architectuur in Nederland eigenlijk. Ja, dat is ontzettend interessant om daarmee bezig te zijn. Hallo. Goedemiddag. Hallo. Ik had gebeld over het archief van Staal Koppelen. Ja, klopt. Je kunt afhankelijk van het materiaal wel of niet handschoentjes gebruiken. Ja, dit is die druppel. Had ik het over had boven de zuiddeur, weet je. 1 op 1. Ik zie er al doorheen. Dit is die deur, zie je het? En dat is alle details van de deur ook. Kijk, 28 juni 1919. Het is allemaal zo gedetailleerd uitgewerkt. Het is wel echt heel mooi. Dat hadden we niet durven dromen. Nee. Kijk, ja, dit is hem, joh. Zie je dat die wanden die in 63 helemaal verplaatst zijn en die haardpartijen zijn verdwenen? Is dat eigenlijk alles op je? Het leuke is dat nu we de originele tekening hebben gevonden, dan weet je zoveel meer over het gebouw. Hè? Het is namelijk tot in detail uitgetekend. Dus je ziet echt hoe het gebouw uit het brein van zo'n architect is ontstaan. En dat is voor ons het uitgangspunt. ...1918. 30 november was ik in de Buisse Heide om de verbouw van de boswachterswoning te bespreken en de bouw van het nieuwe atelier.
19,5 maal 18. Ja. Wat is er nog steeds, Mart? Ja. 8 breek, denk ik. Ja. 5. Ik heb pijn bij. Ja. Maar dit is een originele plek. Natuurlijk, maar die stenen die gaan we zoeken, dus dat is geen probleem. Ja, maar ik vind het wel leuk, kijk, ik bedoel, als je hem weghakt, dan blijft die gele lint, die blijft ja, die moet blijven zichtbaar. Zitten. Ja. Dus je haalt hem alleen, zeg maar, bovengronds haal je hem weg. Ja, maar dat is niet zo makkelijk. Dit gaat wel weg. Ja. Dus dit is hem. Dus echt, het gele zit hier ook tussendoor, zie je? Ja, deze is een trapeziumvorm en deze is... Het is een aparte, het is een soort sluitsteen, zeg maar. Ja, het is een sluitsteen. Er staat ook aangegeven stuk beeldhouwwerk. Stuk beeldhouwwerk. Ja. En uit de correspondentie blijkt dat ze dus daar wat van plan mee waren met Hildo Krop of Mendes da Costa. Die zouden hier, heb ik gelezen, een soort uiltje of zo als beëindiging van die haard hebben ze willen maken. Ja. Dus wellicht is het leuk om daar wat mee te doen. Ja. Maar ken jij iemand die... een beetje in die wereld zit. Misschien ja, beeldhouwer. Ja. Ik ga een beeldhouwer uit Deventer. En die zou eens kunnen vragen van, goh, ben je daar niet eens over nadenken om niet iets na te maken van Hildo Krop, maar iets zelf te maken, wat wel een relatie past, heeft met die tijd. Nou ja, verwijzen naar vroeger, maar in een het is nou van nu. Ja. Ja. Zelf heb ik zoiets dat... ik met de sluitsteen voor Rick Roland Holst meer iets uit zijn werk, waarschijnlijk toch iets grafisch van hem probeert. Mm-hmm. En bij Henriette denk ik dan misschien meer in de richting van een portretje, misschien een profiel. Het wordt natuurlijk een heel luchtig beeldhouwwerkje en het gaat niet om wat ik vind, het gaat erom in hoeverre je deze mensen recht kunt doen aan wat zij in hun leven hebben voortgebracht. Verder zit hier allemaal, ja, dit zijn de boeken zelf. Dus dit zijn eigenlijk het handgeschreven manuscript voor haar eigen levensverhaal. Brandenvoort. Dat is een autobiografie? Ja. Oké. Okay. Met het portret van Richard Roland Holst. Mariette van der Schalk, dus nog toen ze ongetrouwd was. Ja. En dus het verlovingsgeschenk van Richard aan haar, heeft hij haar eerste gedichtenbundel geïllustreerd. Want kijk, dat is ook een punt. Ik heb bij eventueel het monumentje voor Henriette een stuk... tekst. Ja. Het is een soort van reliquie, hè? Een stukje tekst. Ja. Ja, haar kracht was toch het woord natuurlijk, hè? Van hem het beeld. Ja. Precies. Ja, de familie Roland Holst, Richard Roland Holst en Henriette Roland Holst van de Schalk, die hebben een hele grote invloed op het landgoed gehad, omdat zij hier hun zomers doorbrachten. In opdracht van hun is er een zomerverblijf gebouwd. En uiteindelijk is er ook het atelier gebouwd, echt als atelierruimte voor Rick. Ze hield een gastenboek bij. En daar werden verhaaltjes in geschreven. En foto's zitten daar ook in. Dus daar kun je lezen wie er al zo kwamen hier. 1920. 8 april kwamen we terug op de Buisse Heide, tegen de avond op een milde lentedag. Alles buiten is dit jaar bijzonder voorlijk. ...1924. We kwamen 2 mei terug, zeer laat voorjaar. De koekoek roept, maar het groen begint nauwelijks. We vertrokken 2 november. Tot het laatst was het weer zo zacht en mooi dat ik op 1 november nog kon zwemmen.
kans van 1 op 10.000, denk ik. Heb je deze? Nee, het antwoord is snel gegeven. Nee, die heb ik niet. Nee. Ik kan hem wel eventueel nalaten maken. Of in ieder geval aanbieden bij de tegelfabriek. Of dat ze hem kunnen aanmaken, maar nee, zoiets hebben wij zelf niet. Nee. En deze is van de bestaande vloer, die moet dus aangevuld worden. Dit is wat. Kijk, te klein is rampzalig, maar te groot is natuurlijk bij te zagen. Maar dit is één partij. Want deze is te strak, heb ik het idee. De Buizenheide was vooral heel veel natuur, hele mooie natuur. Maar uiteindelijk zijn het die gebouwen die die Buizenheide zo bijzonder maken. Naast het zomerverblijf en het atelier is er ook een oude boerderij met een herenkamer. En die herenkamer werd gebruikt als ontvangstruimte voor de bekende gasten die zij hier ontvingen. Zoals Drees, Berlage, der Kinderen. Dit is dus de plek waar Henriette haar gedichten schreef. Goh. Het heeft geschiedenis, dit stukje grond. Wat hij hier uitgehaald heeft, gaat hij gebruiken om dit door te trekken. Maar dan hebben we nog te weinig. Dat ga je niet redden. Kijk wat er hier ligt. Maar hier laat je die kantlagers ook, hè? Oh, laat ze uit. Oh, ja. Dat zijn ze. Ja, dat zijn ze. Wie wat bewaart, die heeft wat, hè? Ja. Dat weet je, hè? Dan kun je het completeren, dat halletje. Ja. Nou, prachtig. Oh ja, dit is met randje. Maar deze die zijn gemaakt uit oude sporen uit de kap. Echt waar? Ja. Hier vandaan. Ja. Echt waar? Leuk. Nou, je hebt genoeg voor om alle keukendeuken te maken. Dat vind ik een leuk idee. Ja. Nou, dat dacht ik wel, dat jij dat leuk zou vinden. Ja. Echt leuk. Ja. Alleen hier loopt natuurlijk water langs, dat is een heel zwak puntje. Ja, maar dit gaat fout als we dat zo weer doen. Ja. Ja. Hey, en dan de kruk, hè? Kijk, dit is zo'n krukje. Dat wijst op een koperen krukje. En vrij bescheiden. Ja. Ik heb dat gezien. Ja. Ja, dat is ook. Volgens mij heb je hier ook albast in gezeten. En dan moeten we dit mannetje ook afhalen. En dan ook een malletje voor. Dan maak ik wel een malletje en dan zorg ik wel dat jij de krijgt. Ja, alleen hoe gaan we dit doen? Volgens mij mogen we even goed kijken op de tekeningen. Ja. Ja. In de deur van de zuidkamer heeft albast gezeten. Die deur is trouwens was verdwenen. Die hebben we teruggevonden op een hooizolder hier in de boerderij die hier vlakbij staat. En uit de correspondentie tussen Rick en Margaret Staal Krophuller weten we dat hij daar van iemand een stukje albast cadeau heeft gekregen om in die deur te brengen. En albast is een soort natuursteen, een soort marmer, waar licht doorheen komt. Dus wij vinden het weer heel leuk, nu we die deur gevonden hebben, om daar ook weer albast in terug te brengen. Nou, ben ik daarna op zoek gegaan, dus ik ben bij een steenhouwer terechtgekomen. En die is weer bij een importeur terechtgekomen. En uiteindelijk komt er over een aantal weken komt er dus een nieuwe lading albast uit Italië, wat groot genoeg is, om een stukje raam te kunnen zagen. Dus een flink stukje van 30 bij 30 ongeveer. Om daar een plak uit te kunnen zagen, wat hier weer terugkomt in die deur. Thank you.
je had toen die stroming van de Amsterdamse school. Hè. Was toch wel op een hoogtepunt in die tijd. Typisch van een Amsterdamse school is eigenlijk die organische vormen. Gebruik van baksteen. Nou, je ziet hier heel erg het natuurlijke baksteen, gesinterde baksteen. Hè. Het is een mooi golvend dak. En je ziet die mooie ronde vormen. En dat kan natuurlijk in riet. Prachtig in deze omgeving. Wat vindt u het dak? Vind je het geweldig? Ja, je wil hem nog maat zagen, Jos. Ja. Ja, deze is hard voor de voorkamer. Deze is een tapperij, hè? Deze hier, hè? Ja. Een grote knaap worden dat, hè? Hier moet het ornament. Ja. Dat is deze. Ja. Oké. En dat is die andere, deze. Prachtig, heel. Mooi, hè? 1926. 20 juni kwamen we pas hier. Zo laat omdat we door ons werk niet eerder weg hadden kunnen gaan uit Bloemendaal en omdat we daarna eerst nog 14 dagen in Normandië reisden. Hier vonden we bij aankomst het bericht van de aanstaande benoeming tot directeur der Rijksacademie. Prachtig die ogen, hè? Moet je kijken. Ja, lodder ogen. Kun je ook een beetje achterhalen welk werk die zijn atelier heeft gemaakt? Het is lastig om precies te bepalen, maar ik denk, het waren natuurlijk toch de zomers. En hij had het door het jaar heen heel druk met zijn lesgeven op de Rijksacademie. Ja, ik denk dat hij zijn werk gewoon ook meenam. Dat hij, ja, hij kan aan ieder stuk kan hij daar gewerkt hebben. En natuurlijk het portret van Henriette wat hij getekend heeft in 21. Dat is hier getekend toen Michel de Klerk hier op bezoek was. En toen hebben ze allebei een portret van haar getekend. Ik had nog een modeltje van het Albast. Oh ja. Ruitje in de deur in de zuidkamer. Ja. Oké. Dat is de grote. Dat is de maat van het Albast. Ik mail ze wel door. Mail ze maar door, dat is goed. Oh ja. Ja. Mooi stuk albast. Ja, mooi licht stuk. Dus... Weinig aders. Dat is wel belangrijk. Hè? Aders, dan breekt hij door midden. Zeker. Aders zijn vaak de zwakke plekken. Dus, kans dat hij goed gaat. We moeten het gaan testen. 3-4 mm. Ja, we gaan het proberen. Ik weet het ook niet. Natuursteen weet je het nooit. Hè? Nee. Nog een keer, nog één keer. Fantastisch. Ja. Fantastisch. Zie je dat? Ja. Mooi, hè? We hadden niet durven dromen zo. Nee, het pakt mooi uit. Het pakt er echt mooi uit. Zie je dat? Dat deden we vroeger met de konijn op de muur, hè? 1927. 25 mei kwamen Bles en ik hier. Het was om te bibberen. 27 mei bracht Ina het goede weer mee. 20 augustus. Door de droogte is de turfvaart bijna zonder water. Heden ving ik met de hand in een plasje dat nog in het midden van de turfvaart was, 4 snoekjes van circa 12 centimeter lengte.
1936. We kwamen 30 mei hier terug. Het was koud. De eerste Pinksterdag was ijzig. De lente is al voorbij. Het eerste nieuwe kunstwerk in het gebouw. Mag ik hem hierbij aanbieden? Hey, dankjewel. Ik zal het mesje wel even vasthouden. Mag jij maar uitpakken. Nou, ik ben ontzettend benieuwd. Je hebt het goed verpakt, Ka? Oké, ja, dit gaat goed. Ja. Nou, ik heb nog niets gezien van de voorkant. Ja, doe maar. Oh, het is een gedicht. Over Rick, den baanbrekende kunstenaar, den fijne essayist, den uitmuntende pedagoog en de nobele mens die 43 jaar mijn dagen heeft verwarmd met zijn zonnige persoonlijkheid. Na het overlijden van Rick is er voor zijn studenten aan de Rijksacademie in Amsterdam is er een boek uitgegeven. En daar in het voorwoord heeft Henriette dit geschreven. Ja, je kunt hieruit opmaken dat hij is overleden en dat ze heel blij met hem geweest is. Zij heeft dit geschreven in 1939, toen was ze 70 jaar oud. Ja, ja. Hij is in 1939 overleden? 38. 38. We vertrokken 9 september 38. De zomer bracht weinig echt zomerse dagen, maar veel zachte avonden. In de oude staat. 1939. De 13e mei kwamen zuster Trotsaars, Eep en ik hier om de beschikking van Ricky ten uitvoer te brengen. Dat zijn as in de bossen van de Buizenhei gestrooid zou worden. We bleven 1 nacht. Het was volop lente. En toverachtig mooi. Ik denk dat het wel verstandig is dat die berken nu, die kunnen nu nog kappen. Ja. En nou, hij moet dat nog even inmetselen natuurlijk. De steentje is dan al klaar. Dus, mooi, die kniek hier zo. Het huilen staan we nader dan het lachen. Ja. Glimlach nog wel een beetje hoor. Ja, een beetje, maar dat zit een beetje in de plooien denk ik. Maar dat kan ook van de spanning en de zenuwen zijn. Drama, als iets, het is net klaar en we hebben zoveel werk erin gestoken. Ieder op zijn eigen manier. Hè? Ik door dingen uit te zoeken en de aannemer om het door het te maken en Arjan door het geld te regelen. En met elkaar zorgen dat zo'n project tot een goed einde komt.
En dan in de tijd van een paar uur is het gewoon helemaal weg. Helemaal weg. Helemaal niks meer van over. Een grote brand heeft gisteravond in 8 maal een monumentaal pand verwoest. Vandaag zochten specialisten van de technische recherche naar eventuele sporen van brandstichting. De oorzaak van de brand is ondertussen nog niet bekend. Volgens Natuurmonumenten is het nog te vroeg om te zeggen of het atelier opnieuw gerestaureerd gaat worden. Oh, het is inmiddels afgezet hier, zie je het? Zal ik daar tussendoor rijden daar? Nou, ik kan er niet echt in. Goedemorgen. Ik werd donderdagavond gebeld om 7:30 en ik was hier om 7:45 en ja, ik hoopte dat het zo'n slechte grap zou zijn die ze hadden uitgehaald, maar het is één groot drama, dus dan voel je heel erg verdrietig en vervolgens moet je dan toch je werkpet weer opzetten en de politie te woord staan en de brandweer en ja, toch die eerste voorziening ook maar gaan treffen. Ja, en dan kom je vrijdagochtend hier terug en dan is het hier stil en dan, ja, als je volwassen mannen wil zien huilen, dan moet je dit soort dingen overhoop halen. Dat, ja, heel naar, heel rot. Tussen 3:30 en 4:00 ben ik hier weg en heb ik gewoon een rondje gelopen. Dus ik heb hier een hoorsteen in gezet. Ook dat begin je jezelf verwijderd te maken. Heb ik iets gedaan? Heb ik iets gemaakt waardoor het misschien ontstaan kan zijn of zo? Nou, dat kan bijna niet. Nee, want ik heb ook niet geslepen of zo. Maar nee. In eerste instantie, je haalt allerlei de gekste dingen aan. Nee, maar installatietechnisch of zo bijvoorbeeld, dat kan gewoon niet. Nee, ja, maar achteraf. Maar nu kan je het ook een beetje relativeren, maar op dat moment is je relativeringszin helemaal weg, hoor. Maar goed, riet en hout, als dat brandt, is alles verwoestend. ...14 november 1943. Het blad viel veel vroeger af dan gewoonlijk. De bomen zijn zo goed als kaal. Allen hier zijn gezond en gaan moedig de vierde oorlogswinter in. De oogst was redelijk en de helft van het vee is weg. Na 17 augustus had ik geen gasten meer, daar het reizen te gevaarlijk was en iedereen vreesde niet terug te kunnen. Vandaag was ik voor de 3e maal in de Buisse Heide en heb er voorlopig afscheid genomen. Mogen ik er, indien ik de oorlog overleef, er volgend jaar terugkeren in een tijd van vrede. 30 oktober. 44.
En wat zijn dit voor krassen, joh? Dat is gewoon roet. Roetstrepen. Nee, want als je met een mes... Ja, kijk, dat is gewoon water, joh. Dit is gewoon water. Maar kijk, het gaat regenen. Ja, daarom is het. Je moet... Nou, maar we moeten iets doen om het... We moeten van de week om die deurtjes en zo eraf. Ja, maar kunnen we niet iets verzinnen waarbij we het pand... Nee, ja, gewoon het hele pand... Een tent erover zetten. Als het nou gaat regenen, dan regent alles kapot. Kijk, dit kun je, je kunt er niet zomaar een zeil overheen trekken. Nee, dat gaat gewoon niet. Aan de ene kant hoop je dat er niemand is die buiten rondloopt, die zo gek is om dit soort dingen te doen. Aan de andere kant zou ik het verschrikkelijk voor jullie vinden op het moment dat er, ook nog niet eens verschrikkelijk voor jullie. Dus je werk gewoon goed hebt gedaan en ontstaat kortsluiting. Dan... Ja, maar dan blijf je nog het idee houden van, we hebben iets verkeerd gedaan. Ja, maar dan had dat ook 6 weken geleden al gebeurd of 2 maanden. Op het moment dat er iemand anders aangewezen, dan weet je zeker dat je helemaal geen... Dat je niks te verwijten valt of niks... Nee, het is allebei keuze uit de 2 hele vervelende dingen natuurlijk. Nee, nou ja, zolang wij niks officieel vanuit de politie teruggekoppeld krijgen, dan weten we gewoon nog even niks. Ze hebben iemand aangehouden? Sure. Heb je iemand aangehouden? Niet dat ik daar blij mee ben dat er iemand aangehouden is, maar het is, zolang er geen duidelijke oorzaak is, dan blijf je met het idee rondlopen of het idee, maar de zorg dat je misschien iets verkeerd gedaan hebt. Als iemand aanhouden of iemand die veroordeeld wordt, is een bevestiging dat je persoonlijk niks te verwijten valt. Dat is het enige goede wat eraan is. Tot wij die hier nog een stuk doorsteken? Deze bedoel jij? Ja, hij loopt nou tot hier toe, dus we kunnen hem later nog gewoon ophangen. Ja. Dus. Ja, dat kan nou even passen. Want, Dus deze lijn moet dan hier in even blijven. En zo moet die 64 mm weg. En daar nog niks. Ja. Oké, die was 64, zeg maar. Ja, haaks op dit stijl van meter, zeg maar. Dan moet je zo draaien, dat is ook nog zo gedraaid, hè? Mm-hmm. Ja, klopt het nog niet. Ja, ik zit hier zo'n boezem zo aan. Nee, maar dat klopt nog niet, dus... Even kijken, dus... Dat ligt zo. Die is schendt omdat hij op mijn zoon staat. Ik kies dan deze nog zagen, denk ik. Dus, klemmen. Ja, dat ligt er aan. Normaal is er volgens mij niemand op weg. In dit vlak moet de boven 6 af en onder niks. Komt ie. Au. Oh, dat is een rottig, zeg. Zo. Rit ernaar, hoor. Hierboven? Nee, goed. Ja? Dat is je goed. Dan kijk, heeft hij goed, dat is je goed. Je hebt de spanten, haaks op de spanten heb je de gordingen
En daar bovenop liggen om de 60 centimeter ongeveer liggen de boompjes of sparren. En daaroverheen zitten de rietlatten waar het riet op gebonden is. En dat is eigenlijk een beetje net zoals het vroeger was. Boompjes, alle materialen kwamen eigenlijk een beetje uit de omgeving van het gebouw. En dat proberen we nu weer na te bootsen. In het dorp en toen zeiden we, nou willen we toch even naar die Buizenheide, want ik had het op de website opgezocht. En ik zag dus dat hier een huis van Henriette en Richard Roland Holst moest zijn. Ja. En ik ben Nederlandica en ik vind het altijd leuk om dan even zo'n plaats te bezoeken. Je ziet steeds vaker mensen die langskomen omdat ze ervan gehoord of gelezen hebben. Het komt weer helemaal goed. Zie je het zitten? Ja, helemaal. Maar alle mensen die hier komen, die zeggen het is wel heel fantastisch dat dit nou weer opgebouwd wordt. Hè? Mijn oom en tante van mij hebben hier gewoond. Ik ben hier wel twee grote vakanties geweest. Was ik 12 of zo? 12, 13. Ja. En ik ging ook alleen naar Achtmaal op de fiets, het paadje daardoor. Over het witte bruggetje, geloof ik. Bestaat dat nog? Verder weet ik het niet meer, maar mevrouw had zelf een andere villa waar ze woonde. Dit was alleen het atelier. Het atelier. Ja, en mevrouw was mevrouw Hals van Hals. Als je ziet op foto's, zag het er altijd een heel strenge vrouw uit. Ja. Als ik van mensen hoor die ze meegemaakt hebben, schijnt een heel lieve mevrouw geweest te zijn. Ja, ja, ja. Nou ja, de gedichten zijn nog bekend. Harriet, we gaan dan, we moeten naar de honden. Leven schept nieuwe vormen, aldoor. Slaat nieuwe wegen telkens in. Baant ze daar waar ze ontbraken. Een drang, een kracht, zet in alles zich door. Daarom heeft alle geschieden zin en is alle gebeuren een teken. Zo. En dan deze. Die kan ik ook dan ook even vasthouden. Deze. Zo, ik heb hem niet van vast, Peter. Vallen doet hij niet. Oké. Okay. Eerst dan nodig je met je handen dus door. Ja. Deze. Het en die, hè? Oké. 1945, 6 mei. Vandaag kwam ik terug en mijn wens is vervuld. Sedert 4 mei is Nederland bevrijd en voor ons is het vrede. Ja, hier zie je wel iets, hè? Kijk, hier zie je dat de brand toch hier ook. Dus denk ik, maar eigenlijk geeft dat niet. Dat is prima. Ja, wat er die avond precies gebeurd is, dat weten we eigenlijk nog steeds niet. Het is natuurlijk bekeken door allerlei mensen, denk ik. En als ze de bewijslast of als ze de oorzaak niet kunnen terugvinden, ja, dan kun je er niks mee. Dus dan kun je het beter laten rusten. En we weten het niet. Hallo. Ja, we gaan naar de hangen. Ja, goed.
1946. De oude Buizenheide is in de loop van de winter overgegaan aan de Vereniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland. Nadat ik kom te sterven, blijft alles vrijwel onveranderd.